Peterpan en Tinkerbell zijn allebei omlaag gestoord. Asterix is naar de hel, Harry Potter dood door Voldemort. Hoor het klappen van de kaken, een krokodil die diept. Ooit moet jij een keuze maken, slechte heksen. Gele weg, een mooie gouden beker, tijgerlelie, rode schoentje. Klok blijft tikken, dat is zeker. Zing niet lang, zal hij leven. Geen droom, geen goede idee. Ik zie geen happy ending. Ik hoor het tik, tik, afgelopen maand met een gek team, hè? Met drie geweldige acteurs en een geweldige band. En het zijn allemaal hele lieve mensen, hè? En ik hoop dat er ook een beetje van afspat, zeg maar. Dat we elkaar vooral heel erg leuk vinden en dat het daardoor extra hard binnenkomt. Was het een knaller? Ja, nou heel fijn. Dat vonden wij ook. Ja, het ging heel goed. We zijn hier in de Leidse Schouwburg en we hadden maar 3 try-outs. Dus het moest allemaal heel snel ontwikkeld worden en gaan staan. Maar ja, we zijn hartstikke blij en tevreden dat het zo goed is gegaan. Ja, waanzinnig. Het is heel erg leuk en het was een gekke zaal. En het is sowieso een hele mooie schouwburg. En als die dan ook nog vol zit met leuke lieve mensen, dan wordt het al snel een hele bijzondere voorstelling. Nee, ja, kijk, Bastiaan heeft mij op een gegeven moment vorig jaar benaderd voor dit stuk. En toen heb ik eigenlijk meteen ja gezegd, omdat hij heeft mij zijn verhaal uitgelegd, hè, dat hij met zijn baan nog gestopt was en als producent iets wilde brengen met deze voorstelling. Toen zei ik, nou, dat vind ik zo tof, dat doe ik. En zo zijn wij al verder gaan bouwen, natuurlijk een jaar geleden, dus ik heb dat heel goed gepland. Ik heb nu een maand gerepeteerd, dus ik ben een maand echt weg geweest uit Duitsland. En nu de tour begint, hebben we gewoon gaten ertussen, dus kan ik ook nog in Duitsland spelen. Daarom gewoon een vast contract. Niet vast, maar wel voor een langere tijd. En deze tour is toch, ja, 2 maanden. Jammer genoeg, want ja, het zou leuk zijn als Sebastian natuurlijk de kans krijgt om dit een jaar te spelen. Maar... ja, heerlijk. Jonathan Larson, schrijver van Rent, heeft het geschreven. En je hoort zijn handtekening in alle stukken. En ja, het is goed dat het een keer in Nederland wordt gedaan, denk ik. Het is een vrij onbekende titel en ja, ik ben heel blij dat ik hier onderdeel van uit mag maken. Ja, dat vind ik overigens niet alleen van dit materiaal. Dat wil ik ook even mijn collega's, andere collega's van met Kleine Blonde Dood, hè, William. En Freek ook met zijn voorstelling. Ja, dat, mensen gaan daarheen, weet je. Want het is zo mooi en ja... dat stukje cultuurgoed moet wel blijven, zeg maar. Mensen moeten wel ook, producenten en theaterdirecteuren, moeten wel ook het aandurven. Hè, en nu dus de kaartenverkoop checken. En het aandurven om volgend jaar weer zo'n mooi stuk neer te zetten. Ja, dus ga er vooral heen, wil ik zeggen. En niet alleen naar ons, maar overal. Probeer het. En dat betekent niet dat je afzet op de grote musicals. Helemaal niet, want daar speel ik zelf ook in. En met heel veel plezier. Maar het zou zo leuk zijn als wat de boer niet kent. Dat hij dat toch van proeft, zeg maar. Dat zou vooral heel erg leuk zijn. Ja, dat was bij Jozef alweer een paar jaar geleden, een jaar of 6 inmiddels. Dus ja, ik ben heel blij om meer met hem te werken. Zeker een groot verschil, ja. Letterlijk een groot verschil, ja. Ja, maar desalniettemin waanzinnig leuk om te doen. Ik heb een heel groot aandeel hier. En het is te gek om maar met z'n 3 plus nog 4 man band, met z'n 7 in totaal op het toneel te staan. Dat is zo'n andere ervaring. Het is echt heel erg leuk. Ja, want we doen het sowieso maar met 3 castleden. Hè? Sander van Voorst tot Voorst, John en ik. En dat is sowieso al een verschil. En we nemen ook onze eigen kostuums mee. En we rijden de eigen decorstukken op. En dat is natuurlijk heel anders. Maar ja, daardoor ook wel... heel echt of zo en heel ambachtelijk en je moet je hart erin gooien om het te laten werken. Dat moet je natuurlijk bij zo'n grote voorstelling ook, maar het heeft iets puurs of zo en dat is heel fijn. Het is echt waar theater maken over gaat, denk ik. Ik ga nog tot volgend jaar juni sowieso door. Ja, klopt. Koen van Dijk heeft het vertaald en geregisseerd. Heeft het enorm goed gedaan en het is ook echt een vreugde om zijn teksten te mogen zingen en spelen. Dus, ja, zeker.
Jazeker. Ik heb ook mijn baan opgegeven toen ik 23 was. Ik had nooit verwacht dat ik zo ver zou komen. Dat zegt natuurlijk iedereen, maar dat is gewoon echt zo. Je springt in het diepe. En dan heb ik nu al bereikt wat ik wilde bereiken. Ja, zeker weten. Als ik nu nog ga zeuren, dan... Dat zou stom. Nu weet je waarom ik zo kwaad ben. Waarom ik zo doe. Het is nu weer een dag. We hebben morgen therapie. Het is te laat voor seks. Wel gesteund.